Omdat u dit kerstpakket heeft ontvangen, heeft u een bijdrage geleverd aan het werk van Tools to Work in Teteringen. Wij verzamelen oud materiaal, knappen dat op en sturen dat naar projecten in Afrika, voornamelijk bestemd voor jonge mensen die met ons materiaal in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Leuk dat je je kerstpakket hebt gekregen van Breda Maakt Mij Blij, met daarin onze Local Tea. Local Tea is hier geproduceerd in Zundert. Het is lokaal geproduceerd, duurzaam, ambachtelijk en CO2-neutraal. Het is een ultrakorte keten, de logistieke keten dan. En onze theeplant is winterhard. Veel plezier met je kerstpakket en fijne feestdagen. Proost. Wat leuk dat jullie een kerstpakket hebben gekregen van Breda Maakt Mij Blij. In dat kerstpakket zijn jullie vast dit zakje pannenkoekenmeel al tegengekomen. Dit zakje pannenkoekenmeel is afkomstig van Korenmolen De Lely. De inhoud, het meel, is gemalen op de molen. En de tarwe waarvan het gemaakt is, is afkomstig ook uit Etten-Leur. En het is een biologisch geteelde tarwe hier uit Etten-Leur. En zo rechtstreeks van de boer naar de molen. Wij noemen het dan ook van akker tot bakker. Vandaag hebben jullie ons heerlijke perensap gekregen in het kerstpakket van Breda Maakt Mij Blij. Wij verbouwen al 10 jaar fruit in Boomgaard Lisboa in Schravenmoer. Natuurlijk hebben we ook nog andere producten. Wij hebben ook heerlijke appelstroop. Wij maken ook allemaal lekkere jammetjes van de vruchten die uit de boomgaard komen. Wij zijn Brouwerij Frontaal, een bierbrouwerij uit Breda. En we hebben een vaste lijn bieren van ongeveer 5 stuks. En daarnaast brouwen wij ook elke week een special. Van de dikste IPA's tot de tofste stouts. Ook nog een barrel aging programma waarbij we elke maand een barrel aged bier uitbrengen. We zitten hier in het brouwcafé in Breda. Daarnaast hebben we ook nog een brouwcafé in Utrecht. Dus mocht je het bier je bevallen, kom dan gauw bij ons langs. En wie weet het snel. Alvast hele fijne feestdagen. En ik zeg proost. Fijn dat je dit kerstpakket in ontvangst hebt genomen. Hiermee heb je het mogelijk gemaakt dat wij als Stichting Jeugd Ontbijt Breda kinderen kunnen helpen de dag te starten met een gezond ontbijt. Met jouw bijdrage, middels het kerstpakket, kunnen wij 2 kinderen gezonde ontbijtjes geven.